Nou jongens, is dat leuk? Hè? Ja, het dit is ik zal even kort vertellen. We hebben echt een p***er gehad vandaag. Verschrikkelijk. Helemaal doorweekt. Helemaal naar de vaantjes. Maar... Kijk, ik sta zelfs in mijn mooie... Thermolegging. Thermolegging. Thermolekker. Maar het is de laatste werkdag. Dan gaan we even een weekje vakantie. Oh. Kerst opnieuw. En dus we gaan een borreltje doen. Maar dit heeft onze lieve schoonmaakster, een assistent, heeft dat even helemaal mooi gemaakt hier. Kijk nou. Dus. Maar Rick? Ja? Slecht nieuws. Oh. De eerste auto nog uitlaaien. Ja. Succes man! Kan niet meer! Ik ben helemaal nerveus nu. Je gaat bijna niet. Nee. Luchtanker. Drafslijpen één deel. Schroefjes, schroefjes, schroefjes. Precies. Het licht oogie. Oh yes. Want nu staat hij de hele tijd aan, hè? Het is niet de bedoeling. Oh. Ja, ja, wat heb je gemaakt? We hebben nog hier en daar dus een aantal gaatjes. Gaatjes? En nou, bij de bestrating ben je natuurlijk wel dat we zo min mogelijk vroeg... Gaten. Van die holen die je hierachter hebt, dat wil je natuurlijk niet. Dat is niet zo mooi. Dus ik heb hier een mooie halfpipe gemaakt. Dat is één deel. Ja, mooi. En dat zit er al op huurloon. Huurbasis. Ik hoop het. Dat is aannemersom, hè? En jij gaat hier. Weet hij ook weer, die kunstenaar? Picasso. Picasso. Ja. Mooi. Moest het even doen. Dat zijn de details. Ja. Maar daar hadden we het net ook over. Nou, eigenlijk financieel kunnen we dat helemaal niet doen. Nee. Dat is gewoon puur omdat we het leuk vinden om het zo mooi te maken. Ja. Ja, dat is ook gewoon leuk. Wij vinden dat leuk. Ja. En de klant ook. Het maakt dat het nog een beetje goed. Ja. Dat je het mooi kan afronden. Dus nu hier andere. Laatste blokje is dat, hè? Van de bestrating. Ja. Dan ga ik hier grond. Ik heb grond gehaald. Dan ga ik dat hier doorheen spitten. Hey. Aan de kant, man. Kom maar hier even. Kijk, laat ik even wat zien. Normaal in de vlogjes hebben jullie wel eens gezien dat ik een beetje grond gebruik met zand erin. Dit keer heb ik echt pure tuinaarde. Oeh. Dat kan je ook een beetje zien. Kijk, het is wat vetter. Zie je? Ja. Het voelt ook nog een beetje warm. Dat zit heel veel bodemleven in, organismes. Bacteriën, microben. Dus normaal, hoe? Microben. Bacteriën. Maar die zitten allemaal hierin en dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor je beplanting. Ik zal ze direct even laten zien waar we nu bezig zijn. Die hele tuin is zand. Helemaal zand. Dus we moeten met aarde gaan werken die wat vettiger is en die wat meer water vasthoudt juist. Normaal willen we dat het water weggaat. Nu willen we dat het een beetje vast blijft houden. Dus als je dus dit altijd in tuinen gebruikt, kun je wel zien. Kijk, zo. Wordt het een beetje een dikke laag. Ja. Dat is een nadeel eigenlijk aan tuinaarde. Dus na een tijdje eroverheen gaat lopen met onderhoud, dan wordt het een dikke plakkaat. En dan wil de water niet meer goed doorheen. Hartstikke mooi. Is het een goed verhaal of moeten we hier opnieuw? Nee, is het wel een goed verhaal. Ga weer door.
Alleen maar zand. Hallo. Zeg, hoe diep ben je al? Ik denk centimeter of 60, 70. Ga je nou een bordertje maken, een plantvak? En het is 1-0 zand, wat ik net al zei. Spit het dan echt diep genoeg. Minimaal 40, 50, 60, 70 centimeter diep. Dan spit je het een beetje door elkaar met vivimus, tuinaarde, spit je er alvast doorheen. Het hoeft geen perfecte grond te zijn zo diep, maar in ieder geval dat er wel wat voeding in zit. Ga nou niet eigenwijs doen en denk ik doe 10, 20 centimeter een beetje mooie grond en dan klaar. Je kan het maar 1 keer doen. Precies. Ik ga het niet weer die grond eruit halen of zo. Dus je kan 1 keer dit goed doen, goed doorspitten. En dat is dan je kans. Dus die kans moeten we nu pakken. Dan ga je eigenlijk gewoon weer een steekje diep. Spit je die tuinaarde. Goed. Lekker door elkaar. Door elkaar. Dus dit is nog te veel zand. En dan spit je het weer. Lekker. Door elkaar. Hey. En hoe meer je naar boven komt, ga je natuurlijk wat meer naar tuinaarde toe. Mooi. Hou er rekening mee. Het is wel zwaar. De hele tuin is schoon. We waren een lampje vergeten. Hier moet die, hè? Daar, de kabel hangt daar ook nog, hè? Oh nee! Ja, ja. Kijk joh, ziet die auto's geen goed. Wat een regen. Vies, hè? Moet er straks inlaaien, Lau. Heb je regenpak mee? Nee. Ik ook niet. Vergeten. Wat gaan we doen eigenlijk? Zo, ik weet niet of je me verstaat, maar we zijn onderweg naar Planta. Naar de kwekerij. Want de planten zijn binnen. Maar het is heerlijk weer. Lekker man. Zin in vandaag. Maandag. En het was vanochtend bij de koffie, de depressiefste dag van het jaar. Blue Monday, hè? Blue Monday. Ik weet niet waarom het blue heet dan. Dat het zo blauw is, kijk maar. Zo blauw vandaag. Meer Grey Monday. Grey Monday. Zo, blauw. Nou, flinke vracht vol. Al heeft hij wat grote bomen gekocht. Dus we hebben hier nu de kluit helemaal vast. Dan steekt hij daar ook nog een beetje uit. Dus één boom die kunnen we niet mee, die is 6 meter. Ja. Moeten we een andere aanhanger halen. Ja, ik denk dat het tijd is voor een nieuwe aanhanger. En die dingen die zitten allemaal niet in kratten, dus dat zijn we nu aan het doen. Ja. Leuk man. Veel kratjes, denk. Mooi vracht weer. We hebben een mooie Choicea. Als je kijkt met kluitje, het zijn echt hele mooie. Deze, deze komen nog in de plantenbakken voor. Dat is een mooie. Ja, de Black Knight. De Black Knight. Vlinderstruik. Prachtig. Open sesame. Hey! Zijn er eindelijk. Kijk eens, we hebben een stuk. Een stuk? We hebben heel wat planten meegenomen. Een stuk aantal planten. Een paar stuks. Vlog met Laurens. We hebben hier een stuk. Voor gaan we ook planten neerzetten. Leuke heliagnesjes. Wow. Die kunnen goed tegen, droogte, wind en kou. Die bangai. Zeg ik dat goed? Sterkste man van Nederland. Dit keer hebben we niet echt een beplantingsplan gemaakt. Ik heb het een beetje in mijn hoofd zitten. Maar ik ben lichtelijk moe. Dus ik moet even goed nadenken. Het is maandag. Wat ik had gedaan. Hey, Blue Monday, hè? Blue Monday, oh ja. Dit zijn de jasmijnen. Het wordt wel een beetje spannend.
niet gaan doen hier. We hebben een groene muur gemaakt. Alleen, hij ligt niet helemaal in de zon. Daar houden ze wel een beetje van. Ja. Dus we gaan even kijken. En anders kom je op een hedera of een klimhortensia. Dat is nou ook niet alles. Of een clematis. Maar groeit niet zo heel mooi vol. Ja. Dus we gaan het proberen. We gaan eens kijken. Kom maar even kijken. Dit is... We hebben vaak de Choicea, hè? Ja. Die hebben we wel eens laten zien. Maar god. Ruikt echt niet normaal lekker. Maar nu kan je heel goed verschil zien. Normaal hebben we hem in een potje gekweekt. En dan, nou, dan is hij zo groot. Is hij vrij duur. Nu is hij met kluit gekweekt. Dus staat hij gewoon zo mooi op de kwekerij. Zit er zo'n netje omheen. Het komt omdat het, ja, het najaar, voorjaar is. Dan kan je dus dingen op kluit krijgen. En dan zie je dat je eigenlijk veel mooiere beplanting krijgt voor een goedkopere prijs. Ja. Dus ja, het is echt geweldig. Je zegt altijd dat ik zo'n lekker kontje heb in dat pakje. Je schat al gevonden? Elfenbloem, elfenbloem, kom Laurens, ik geef jou een zoen. Dat knippen we eruit. Oh, nee. Dat mag je niet meer zeggen. Word ik... Al die elfen. Over 10 jaar word ik dan... hoe heet dat? Shame. Gecanceld. Yeah. Gecanceld. Yeah. Mies weet dat. Ja, kom maar. Hier, prima. Het is best druk daar, wat zijn jullie aan het doen? We hebben hier, kom hier. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon wel weer de persicaria, die doet het gewoon altijd goed. Standaard plantje natuurlijk. Mies is lekker aan het vlechten. Mies is de jasmijn helemaal mooi aan het maken. Het kost wel even tijd, wil je dat doen. Ik ben toch even mee bezig, maar dan zit hij wel in één klap mooi dicht. Ja, precies. Wat we hebben gedaan, zoals je hier ziet, we hebben een aantal lagere gekocht en 4 wat hogere. Een beetje hoger gaan we al de lucht in even. Anders moet je misschien... ja, dan duurt het wel 3, 4, 5 jaar voordat hij een beetje dicht zit. Dus dat is mooie jasmijn. Die gaat lekker ruiken straks. We hebben hier nog een albizia boompje. Hier hebben we rondom de waterschaal allemaal sedumpjes gezet. Dat het een beetje laag blijft. Dat de schaal natuurlijk wel opvalt. Een combinatie van rode en gele bloempjes. En we hebben hier de Epimedium. Oh. Moet je maar even googlen. Die heeft echt een gave bloem. Dus de Epimedium heb ik hier. Ik heb die Liriocus heb ik hier. Ik heb hier tongvaantjes. Oh. Herfstanemonen. Dat zijn allemaal planten die kunnen een beetje in de schaduw. Hier heb je wat meer zon. Heb je dus de Persicaria. Zo bouw je dat eigenlijk een beetje op. Dus, en dan gaan we hier nog een astil zetten. Zo. Nou, wat nou heel erg handig is, als je nou zo'n tuintje als dit gaat maken, je laat het door iemand anders doen, zorg er even voor dat de kaartje erbij gezet wordt. Dan kun je later nog even kijken hoe je de planten moet onderhouden. Want straks weet je niet meer waar alles staat. Groeit alles helemaal over, weet je niet hoe je het moet snoeien. Dat is niet handig. Dus dan doen we het. Pa. Kijk. Weet je. Dat is de Epimedium. Dan kan de klant er ook wat mee doen. Bij vervelende klanten doen we dus overal de kaartjes gewoon random neerzetten. Dus ik ga daar stilbus doen. Yes. Hey, een zwerfpersicaria. Epimedium,
Grandiflorum lilafee. Ah, waar staat die? Die heeft Jarig zojuist helemaal kapot gehakt. Omdat hij hem niet zag staan. Okay. Jongens, we hebben te veel. Nou, het zit erop voor vandaag. Yes. Ziet er leuk uit. Alleen nog voegen. Maar dat is even afhankelijk van het weer. Daar zijn we weer. Het is straks 10 graden met een zonnetje. We hebben denk ik, hoe lang we al moeten wachten? Een maand? Anderhalf denk maand? Wel, een beetje een maand, ja, zoiets. Elke keer of vorst, of heel vochtig. Dus ja. We de hele tijd moeten voegen. Maar het wordt heerlijk weer. Dus ik ben helemaal blij. Laatste klus hier eigenlijk. En dan is het af. Ja. Echt een hele leuke tuin. Ja. We gaan eerst voegen. We gaan vandaag voegen met PZ Easy Voeg. Het mooie is, het is eigenlijk gewoon inveegzand. Je veegt het in en maakt het daarna nat. We gaan het ook nog her en der even trillen. En dan gaat het werken, dan wordt het eigenlijk hard. Dan gaat het aan elkaar zitten. Het mooie aan deze voeg, kan je heel mooi in kleine voegen gebruiken zoals hier. En hij is blijvend flexibel. Hij is niet zo goed als bijvoorbeeld de voegmiddelen die we in die keramische tegels doen, hè? Ja. Of in cementvoeg. Zo goed is hij niet. Het houdt echt onkruid tegen, het houdt mieren tegen. Maar het is wel een voeg die je een beetje moet bijvullen her en der. Ja, precies. Hij zal er wel eens uitgaan door de vorst. Maar het mooie is, als het dus gaat verzakken, dan kan die voeg een beetje meebewegen. Nou, dat is natuurlijk wat je hier in Almere wil hebben. Het is makkelijker om te herstellen. Het is heel makkelijk eigenlijk om te... Ja, precies. Dat is natuurlijk ook nog een mooie. Je kan gewoon je beslating eruit halen. En dan kan je het gewoon weer opnieuw gebruiken. Ja. Als je cement gebruikt... Ja, dan kan je natuurlijk maar één keer doen. Ja, precies. Dan zit er weer de steen onder het cement. En dat is met deze niet. Dus prima optie. Gaan we nog trillen op de trilplaat. Zul je zien. Kijk maar. Valt het er allemaal tussenin. Zie je dat er nog gaatjes ontstaan? Ja. Dus dat is het enige nadeel met dit spul. Dus dat je moet natuurlijk helemaal in die steen kruipen. Dat is best wel lastig. Ja, precies. Zit erop? Zit er echt op. Voegen is gedaan. Laatste korreltjes zijn we nu aan het wegvegen. Ja, met een kokosbezem. Als je dat doet, doe het dan met een draad, met een kokosbezem. Die is wat zachter. Is wat zachter, ja. Met, nou, als je nu met zo'n zo'n jongen. Ja, tot voor u. Ik zie nu met zo eentje gaan vegen. Ga je al die voegen eruit vegen. Ja. Dus dat kokosbezen. Maar ik zou zeggen eindshots. Ja. En dan weer een mooi project erop. Dat is echt... Zeg maar even. Mooi project. Het zit erop. Het is klaar. Het is gedaan. Finito. Abonneren. Abonneer. En tot de volgende keer. Oh, dat moet je niet doen. Kut.